Daar beginnen. Daar beginnen. Daar beginnen. Daar beginnen. Die kant. Nee, daar. Gaat al fouten. Gaat hier al fouten. Ja, jongen, fijn. Zolang het... Nederlands team staat bovenaan de ranglijst van Europa dit jaar. Waarom zijn die dames zo goed? Ja, mooie individuele snelheid hebben ze natuurlijk. Daphne en Jamil enorme stappen gezet dit seizoen. En ook de andere dames mooi hoog niveau. Nog nooit zoveel dames onder de 12 seconden geweest als we de statistieken kunnen bekijken. En daarnaast natuurlijk het handelsmerk van Nederland. De goed verzorgde wisselskills. Dit seizoen wel echt wel meerdere wedstrijden laten zien dat we daar het onderscheid maken ook ten opzichte van de andere Europese landen. Of in ieder geval met de top meedoen. En als je dan de snelheid en de skill samenvoegt, nou, dan heb je een mooie prestatie. Want hoe vaak trainen jullie samen met een team? Hangt een beetje van de periode af. We hebben een periode gehad dat we één keer per week hier op Papendal hebben getraind met z'n allen. En afhankelijk van de periode in het seizoen, hè, zo rond de NK, dat wat minder gedaan, want dan is er wat meer aandacht voor de individuele prestatie. En nu pakken we de draad weer op. En vandaag weer voor het eerst met z'n allen getraind. Hoe krijg je scherpe, maar toch veilige wissels? Het heeft met oefenen te maken uiteraard. Dus je moet het gewoon vaak doen. En ik denk ook wel dat het te maken heeft met de manier waarop je het oefent. Je hebt wel diepte in je vaardigheid nodig. Dat is misschien een beetje een technisch verhaal, maar kijk... Binnen zo'n wissel, zeker op een toernooi onder druk, weet je nooit precies waar je uit gaat komen. De timing is altijd anders, de snelheid is wat anders. Dus je moet zorgen dat je in de breedte een grote oplossingsruimte hebt, zodat je als atleet goed kan omgaan met de veranderde omstandigheden. En als je daar een goede voorbereiding voor hebt gedraaid, dan heb je ook het zelfvertrouwen als team en als individu om binnen die context van het moment goed te handelen. Namelijk doen we. Daar beginnen. Daar beginnen. Daar beginnen. Die kant. Nee, daar is loopt. Gaat al fouten. Gaat hier al fouten. Wie is dat? Tweede loopt. Ik weet niet wel. Jij bent startloper. 1, 2, 3. Is het al op? Nee, 3. Ja, wanneer is jullie EK atletiek 400 meter vrouwen geslaagd? Als ze minimaal het niveau halen op technisch vlak, wat ze dit seizoen al eerder hebben laten zien. We zijn begonnen in Ordegem. Er was nog een race zonder Daphne waar ze de EK-limiet liepen. Braunschweig, goed niveau qua snelheid en skills. Dat resulteerde ook in een goede prestatie. Lausanne was ultiem, echt ook wederom een hoog niveau. Dus dat is eigenlijk het minimum. En als je dat voor jezelf kan evenaren of kan verbeteren, dan ben je natuurlijk altijd nog afhankelijk van je tegenstanders. En daar heb je geen invloed op. Maar dan kan je een heel mooie prestatie neerzetten. En dan zullen we zeker tevreden zijn. Dat we goed hebben getraind op de wissels. Ik denk dat we daarom ook wel zo goed zijn. Ja, de wissels gaan inderdaad heel goed. En ik denk dat de sfeer in het team ook wel heel veel, dat het ook goed is. En dat helpt natuurlijk ook. De individuele snelheid is gewoon veel beter bij iedereen. En we zijn gewoon gemotiveerd om nog harder te lopen. En daarom zijn we zo goed. Ja, die motivatie die zorgt ervoor dat we straks wel mooie dingen kunnen laten zien in Zurich. Tot medailles toe, denk ik. Ja, wat hun eigenlijk hebben gezegd, het teamgevoel is goed en de voorbereiding in de wissels. Ja, het is vooral inderdaad dat het team gewoon heel goed gemotiveerd is en dat we allemaal heel goed met elkaar kunnen vinden. En er komen ook gewoon mooie dingen uit het team dat we al gezien hebben afgelopen seizoen. Nou, super bedankt en heel veel succes natuurlijk. Dankjewel. Dankjewel.